Laat die Grieken dat allemaal niet doen. Marcos is de aangever. Salpingidis. En dat is een doelpunt. En dit is dus het slechtste begin dat AZ zich kan permitteren. Hij niet kan permitteren. 0-1. Uit de vrije trap van Salpingidis. De absolute topschutter van dit elftal. Hoe kan dat dan gebeuren, vraag je af. De bal dwars door de muur en Timmer steekt er geen vinger naar uit. Alsof hij totaal verrast is over deze bal. Waarvan de route toch van tevoren al duidelijk leek bij het vertrek. 1-0. Maar zelfs bij deze score zit AZ in de tweede ronde. Op Dam, De Cler. Dus wachten op het antwoord van AZ op Dam. De Cler. Van Galen, die zou dat goed kunnen. Van Galen en 1-1. Buskermolen. Buskermolen duikt daar onverwachts eigenlijk op in de aanval. En dat is een snel antwoord van AZ. Van Galen heeft dat gezien. Buskermolen verlengt hem artistiek. Troeft daar Fokko los af. En ook de doelman Abbatsidis kan die bal niet tegenhouden. Michael Buskermolen, een echte AZ'er al vanaf zijn juniorentijd in Alkmaar. Hij bij de terugkeer. Na 22 jaar. Maakte een doelpunt. De laatste was hij van Rolf-Jan Tiktak. Het zal voor de Grieken toch merkwaardig zijn in die hele kleine Alkmaarder Hout. In hun ogen een amateuraccommodatie. Blessure. Bij Meerdink in het duel met Fokkolos. Meerdink krijgt een klein tikje, maar wel in het duel in zijn gezicht, maar heeft een hoofdwond. En dat betekent dat hij het veld af moet, zijn oor. En zo weten we allemaal wel uit ervaring, een oor bloedt hevig, ook al is er niet veel aan de hand. Dus daar moet een plakkertje op, een nietje lijkt in dit geval geen goede optie. Zo meespelen in een science fiction serie, Martijn Meerdink. Meerdink mag ook nog met deze tulband erbij terug in het elftal. Voordat je het weet is het een trend. En doen ze het ook in Italië. Van Galen niet. El Khattabi kan daar misschien tussen duiken, maar is niet zo scherp vandaag. Kromkamp. Meerdink. Wilde er met de bal vandoor omdat hij geen vrije trap kreeg. Landsaat moet hem meegeven aan Kromkamp. Dat kan hij nu doen via de vrije trap. Huizigens. Matthijssen verliest het kopduel. Salpingidis zet zijn tegenstander weg. Matthijssen in de achtervolging. Goede sliding. Hij heeft de bal. En mag inderdaad van Broeger, de scheidsrechter, met de bal verder. Uitstekende tackle van de speler die zich langzamerhand een plaats bevochten heeft in het elftal. Theodoridis, de invaller, speelde in de eerste wedstrijd ook mee en neemt eigenlijk alle vrije trappen. Counter misschien van AZ. Grote passen, Kromkamp. En dan is hij heel snel. Kromkamp schudt iedereen af. Kromkamp.
man in de achtervolging heeft, maar die staakt die ongelijke strijd en dan heeft El Khattabi pech. Wat een mooie sprint aan de zijkant van Kromkamp. En AZ verdient ook langzamerhand dat tweede doelpunt. Weerdink. Aarzeling bij de doelman. Landsaat en nu is hij raak. Danny Landsaat met een afstandsschot. Dat wordt aangeraakt. En past dat dan Matthijssen? De verdediger die daar heel goed in de weg stond, inderdaad. Joris Matthijssen raakt de bal aan. Hier is Matthijssen al mee in het luchtduel met doelman Atlantzidis. En dan van afstand, ja, hoe hij het doet, doet hij het misschien wel met zijn achterste. Maar AZ komt op 2-1. En de bal vliegt de kruising in. Zou je zeggen, kan er eigenlijk toch niets mis. Joris Matthijssen, dit is een beloning voor zijn goede verdedigende spel, dat hij hier een beetje geluk had. Het bederft hun plezier blijkbaar niet. En die uit Alkmaar, die hebben sowieso veel lol vanavond. De comeback van AZ in Europa resulteert vrijwel zeker in een tweede ronde. Meerding. Huizigems. Mogelijkheden voor AZ. Huizigems gaat zelf. Huizigems. En de doelman. El Khattabi stond inderdaad wel aardig vrij aan de andere kant. Maar dit was ook niet slecht wat Huizigems deed. Op een slotfase. Maar daar, Huizigems. Iemand die helemaal makkelijk 1-1 passeert. En daar de redding van Atmatsiris. Winnen in Griekenland, 2-1 winnen in Alkmaar tegen een elftal als PAOK. Dat zijn geen misselijke resultaten van AZ. De terugkeer in Europa is geslaagd. En wat een mooie avond voor Nederland in Europa. Het kan bijna niet op. Als we maar niet gaan zweven. AZ was de beste tegen de nummer 3 uit Griekenland die bijna in de Champions League zat. Dat is knap. Het spel was beter. Zowel uit als thuis. En dat betekent feest. En AZ, dat bleek ook, is klaar voor Ajax. Dat zondag om 12:30 te gast is hier in hetzelfde stadion.